Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, Dominee van der Ree. We bereiden ons in deze dienst voor op de viering van het Heilige Avondmaal, DV volgende week. En de schriftlezing van morgen is uit het boek Matteüs, hoofdstuk 22, vers 1 tot 14. Het thema is de bruiloft van de koningszoon. Mededeling van de kerkenraad, de verkiezing van de ambtsdragers. Vorige week woensdag, middag, heeft er een ambtsdragersverkiezing plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende broeders gekozen en benoemd. Broeder Boonstoppel en broeder Maljaars. We bidden hen toe dat ze met Gods leiding een beslissing kunnen nemen op deze roeping. Wilt u aan hen denken in uw en jouw gebed? De collecte, de fysieke collecte in de dienst is bestemd voor de diaconie. En de vaste kosten graag via de bank. We gaan nu zingen de voorzang, dat is de schoolpsalm, psalm 86 vers 6. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 95, daarvan het tweede en het vierde vers. De Heer is groot, Hij is een heerlijk God, Hij is een koning die het zalig slot ver boven alle andere goden in deze wereld kan en ook wil schenken. Psalm 95, vers 2 en 4.
Heer is koning, zo zullen we hem ook in deze dienst tegenkomen vanuit Matteüs 22. En de koning geeft ons ook zijn geboden. Die mogen gelden in zijn koninkrijk. En zijn geboden zijn goed. Wij mogen die horen vanuit Exodus 20. En wij willen daarna zingen uit Psalm 119, het 45ste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij, voordat wij het woord van de Heere openen en daarin lezen, vragen of hij daarbij zijn zegen aan ons wil geven. Wij willen in onze voorbeden denken aan Bente Averink, Marshallstraat 5 Zetten. Ze is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen vanwege een virus waardoor ze erg benauwd is en koorts heeft. Ze krijgt zuurstof en medicatie.
Wij willen bidden voor onze broeder en zuster Is en Nelleke Bos de Kleuver, Utrechtse straat 109 in Renen. De vader van Is is afgelopen maandag overleden in de leeftijd van 91 jaar. Hij is ook vele jaren lid geweest van onze gemeente. We willen ook denken aan de schoonzussen, zuster Bos Rebergen, zuster Bos van Doren en zuster Bos Veenendaal. We willen in onze voorbeden ook denken aan broeder Marcel Hendriksen van de Bosmahof 74. Er is in zijn familie een erfelijke ziekte ontdekt en uit onderzoek is gebleken dat ook hij daar drager van is. Zijn ziekte die vroeger of later aandoeningen aan het hart zal veroorzaken. En later deze maand zal aanvullend onderzoek bij Marcel ook worden gedaan. Wij denken aan onze broeder J.W. Schuurman van de Weverij 38. Hij is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Zijn gezondheid gaat hard achteruit en hij is in de laatste fase van zijn aardse leven gekomen. En we denken ook aan de ambtsdragers die verkozen werden, broeders Maljaars en Boonstoppel, en ook aan hen die niet verkozen werden, de broeders Bogaert en Den Breeën. Laten wij bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, koning van alles wat leeft. En u, Heere Jezus, die ook de koning bent van uw kerk en gemeente, wij komen tot u op de ochtend van deze dag. De Sabbat, de rustdag die wij mogen houden, Heere, ter ere van u. En ook om de krachten te ontvangen die u geven moet en geven wilt. Krachten naar lichaam en geest. En ook krachten naar onze ziel. Heere, wij danken u voor het kostbare geschenk van de zondag. Waarop we elkaar ontmoeten in uw huis. Waarop we vrolijk mogen opgaan naar uw huis. En hier u de lof mogen zingen. Om uw goedheid. Om uw eeuwig welbehagen. Heere, wij danken u dat we zo vanmorgen hier mogen zijn en wij bidden u of u ons een gezegende dienst wil geven bij de opening van uw woord. Heren, we mogen en willen het verwachten van uw woord. Uw woord is immers vol van kracht, een kracht van u tot zaligheid. Heren, wilt u ook vanmorgen vanuit uw woord tot ons spreken? Geef dat wij uw stem verstaan, open daarvoor onze oren en ons hart en geef ons aandacht en eerbied als u spreekt. Heere, wilt u daartoe ook uw dienaar, die uw woord vanmorgen mag verkondigen, geven wat nodig is. Ook hij is immers afhankelijk van u en van uw Heilige Geest. Heere, wilt u ons zo allen uw zegen en uw geest geven. En wanneer we ons vanmorgen voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, bidden wij u of u ook met het oog daarop uw woord wil zegenen. Heere, u weet hoe wij daar in ons leven mee omgaan, hoe dat voor ons is. Wellicht dat we gewend zijn om aan het avondmaal deel te nemen. Heere, geef dat we dat niet uit gewoonte zullen doen, maar steeds opnieuw uit overtuiging dat wij u, Heer Jezus, nodig hebben. U die al onze zonden vergeeft en onze schuld verzoent. U kent ons ook, Heer, wanneer we met het avondmaal worstelen. Als dat steeds opnieuw een hele gebedsworsteling is voor uw troon. Heer, wilt u dan vanmorgen tot ons spreken? En laat ons de rijkdom zien en de ruimte van uw genade en uw ontferming in uw Zoon, de Heer Jezus. Wij bidden u voor hen, voor wie het avondmaal niet zegt. Als we het maar langs ons heen laten gaan. Heere, wilt u ons dan onrustig maken? Heilig onrustig. Want u nodigt immers allen tot uzelf uit, Heer Jezus.
En u heeft het ons gegeven tot versterking van het geloof. Wij bidden nu voor hen die nog geen kerkelijk recht hebben om aan het avondmaal deel te nemen, als we nog geen belijdenis hebben gedaan. Heren, ook dan kent u ons. Weest u met de belijdeniscategezanten die zich voorbereiden op het afleggen van belijdenis. Heren, wilt u geven dat als volgende week het avondmaal gevierd wordt, er ook in hun hart verlangen mag zijn om daaraan deel te nemen, om zo ook deel uit te maken van uw kerk en gemeente, om dat te kunnen laten zien met de deelname aan het avondmaal ook. Heren, wilt u hen daartoe uw geest ook geven? Wij bidden u, Heren, of u ook met de kinderen wil zijn. Wanneer zij bij het avondmaal vragen kunnen stellen aan de ouders. Wat dat betekent. Heren, zo was het ooit al in uw volk Israël bij de viering van het Pascha. Geef, Heren, dat ouders dan ook hun kinderen mogen vertellen van de betekenis en van wie u bent, zoals u gestorven bent, Heer Jezus. Wat dat betekent. Heren, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan alle die in en rondom deze dienst een taak hebben. Wij bidden u of u onze gaven wil zegenen die we mogen inzetten tot opbouw van de gemeente en tot opbouw van elkaar. En Heren, wij dragen ook elkaar aan u op. We denken aan Bente Averink in het ziekenhuis. Heren, wilt u bij haar zijn? Ze is zo kwetsbaar. Wilt u zich ook nu weer over haar ontfermen en haar beschermen? Zegent u de behandelingen en de medicatie? En weest u ook bij haar ouders? Heren, wilt u ook hen nabij zijn? Wij bidden u, Heren, voor onze broeder Marcel Hendriksen. Wilt u bij hem zijn nu in de familie een erfelijke ziekte werd ontdekt en ook hij daar verder onderzoek voor moet ondergaan binnenkort? Heren, dan zijn we zo afhankelijk van u. Wij bidden u of u hem nabij wil zijn. Houdt u hem vast? Gaat u met hem mee? Wilt u hem dragen? En weest u zo met hem en ook met zijn gezin. Wij bidden u, Heren, voor familie Bos, Is en Nelleke en ook de schoonzussen van de overleden vader van Is. Heren, we bidden u of u wilt troosten in het verdriet dat gekomen is. Heer, onze broeder die mocht zijn hoop ook stellen op u. Ook al was dat soms omgeven met veel strijd. Heren, wij bidden u of u hem ook nabij wil zijn. Of u hen ook nabij wil zijn als de begrafenis zal plaatsvinden en ze hun geliefde vader en schoonvader en zwager moeten begraven. Gaat u mee, Heren, en wilt u in dit verdriet ook spreken vanuit uw woord. Wij bidden u voor onze broeder Schuurman van de weverij, die in de afgelopen week opgenomen is geweest in het ziekenhuis en zijn gezondheid gaat achteruit. Heren, we bidden u voor hem en voor allen die om hem heen staan. Wilt u zich over hem ontfermen, Heren, ook nu zijn aardse leven, zoals wij het zien, naar het einde gaat. Geef dat hij zijn hoop en hulp van u mag ontvangen. En Heren, geef dat hij in alles het oog mag slaan op u, Heren Jezus. U die voor alle zonden betaald hebt. U die ons schoonwast. En die ons nodigt tot de hemelse maaltijd, de bruiloftsmaaltijd van het Lam. Heren, wij bidden u voor de broeders Maljaars en Boonstoppel die op dit moment hun benoeming in het ambt van ouderling ook in overweging hebben. Heren, maakt u uw weg aan hen duidelijk. Geef hen vrijmoedigheid, Heren. En wanneer ze voor zichzelf dan een beslissing nemen, ook rust op die beslissing.
En geef dat we als gemeente verblijd mogen worden. Met uw wegen, ook in hun leven. Wanneer ze mogen, het zo mag zijn dat ze daarin mogen dienen in ons midden. Heer, we hebben u nu ook voor de broeders Bogaert en Den Breeje. Heer, u sprak afgelopen woensdag ook in hun leven. Naar hen komt op dit moment die roeping niet. En wij bidden u of u hen daarin ook rust wil geven. Heer, zo dragen we dit alles aan u op. Wij hebben veel te bidden hier en er zou nog veel meer te bidden zijn. Maar wilt u onze God en Koning zijn? U kent het, dat al datgene wat in ons leeft. Geef dat we van u, door uw geest, uw zegen mogen ontvangen. Denk aan ons in uw genade. En hoor zo onze gebeden. In de naam van Jezus Christus. Amen. Jongens en meisjes, krijgen jullie wel eens zo'n kaartje? Ik ben jarig. Kom jij ook? Als je er zo een krijgt op school van een vriendje of een vriendinnetje, nou dan weet je al meteen waar het over gaat natuurlijk, hè? Dat is een verjaardagskaart. Dan word je uitgenodigd voor het feestje van een vriend of van een vriendinnetje. Dan mag je ook komen. Nou, als je zo'n uitnodiging krijgt, dan zijn jullie denk ik heel erg blij, toch? Dat is leuk, toch? Dan heb je een feestje. En jij mag komen. En ik denk dat dat vriendje of vriendinnetje niet de hele klas heeft uitgenodigd. Ja, soms gebeurt dat wel eens een keer, maar meestal niet, toch? Maar jij werd wel uitgenodigd. Dat is speciaal natuurlijk. Dat is echt jouw vriend, jouw vriendin. Maar stel je nou voor, hè, dat je die uitnodiging krijgt en dat je dan tegen je vriendje zegt: oh nee hoor, die hoef ik niet. Hier heb je hem terug. Hou hem maar. Ik kom toch niet op jouw feestje. Nou, is dat niet een beetje raar? Beetje onbeleefd ook, hè? Dat kun je natuurlijk eigenlijk niet zeggen, hè? Dan laat je je vriendje voelen en merken, nou, dat je hem eigenlijk helemaal niet belangrijk vindt. Dat je hem helemaal niet hoeft. Nou, jongens en meisjes, we gaan een verhaal lezen in de Bijbel. Een gelijkenis van de Heer Jezus, waarin dat eigenlijk ook gebeurt. De Heer Jezus vertelt over een koning. Die heeft een heel mooi feest klaargemaakt. Een bruiloftsfeest, want zijn zoon gaat trouwen. En hij heeft een heleboel mensen uitgenodigd. Die krijgen een uitnodiging. Maar die mensen die willen helemaal niet naar het feest komen. Die denken, oh, we hebben andere dingen te doen. Die zijn veel belangrijker voor ons. Die koning en die zoon van de koning. Nou ja, het zal wel. Maar op het laatst zit de bruiloftzaal toch helemaal vol. Want wat doet de koning dan? De mensen die hij eerst op het oog had om uitgenodigd te worden, die komen niet. Maar dan gaat hij gewoon naar buiten de straat op. Daar stuurt hij zijn dienaren heen. En die delen zomaar aan iedereen die hem aanpakken wil, uitnodigingen uit. En iedereen mag komen. Iedereen is hartelijk welkom op het feest van de koning. Nou, de Heer Jezus wil met dat verhaal aan ons duidelijk maken dat het zo bij hem ook is. De Bijbel is eigenlijk een uitnodigingsbrief, een uitnodigingskaart. Kom jij ook op het feest van de zoon van de koning, van de Heer Jezus? Mag je zomaar komen? Ja. De Heer Jezus heeft namelijk voor al onze zonden betaald. Hij heeft ervoor gezorgd dat we mogen komen. En hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld door te bidden. Door tegen de Heer Jezus te zeggen: wilt u mijn zonden vergeven? En wilt u mij leren om in gehoorzaamheid aan u te leven? En zo mag je op weg zijn naar de hemelse bruiloft. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken, dan breekt die dat feest aan. Gemeente, daarover gaan wij lezen in het woord van de Heer. We lezen Matteüs 22, vers 1 tot 14 en zingen daarna uit Psalm 45, vers 1, 4 en 7.
Matteüs 22. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en hij zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen, maar ze wilden niet komen. En opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doden hen. En toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die ze vonden, zowel slechte als goede mensen, en de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. En toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover.
Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 132, vers 10 en 12. Tekst voor de prediking is het gelezen gedeelte, Matteüs 22. De gelijkenis die de Heer Jezus daar vertelt, die valt eigenlijk uit 1 in 3 delen. Dat zijn ook de punten van de preek. Het thema is de bruiloft van de koningszoon. We letten allereerst op geweigerde uitnodigingen. Dat is vers 1 tot en met 6. Dan een volle feestzaal. Dat is vers 7 tot en met vers 10. En dan ontbrekende bruidskleding. Dat is vers 11 tot en met vers 13. En vers 14 is een samenvatting van wat deze gelijkenis in zijn geheel wil zeggen. Gemeente van Christus, het is toch eigenlijk ongelooflijk wat er gebeurt in dat verhaal wat de Heer Jezus vertelt. Stel je voor dat je gaat trouwen en je hebt je uitnodigingen verstuurd, prachtige kaarten natuurlijk, alle zorg aan besteed. En je hebt alles klaargemaakt voor je trouwdag. En dan breekt die dag aan en dan komt er niemand opdagen. Zijn ze te laat misschien, maar de tijd verstrijkt en het blijft zo. En het blijkt dat ze allemaal te druk zijn met andere dingen. Ze hadden de uitnodiging wel gehad, maar er niks mee gedaan, niet eens laten weten dat ze niet zouden komen. En sommigen die je opbelt, die worden aan de telefoon zelfs ronduit boos. Waarom stoor je mij? Ik heb er geen tijd voor. En de verbinding wordt verbroken. Hoe zou u zich voelen? Als je dat als bruidspaar meemaakt. Ik denk dat je verontwaardigd bent, boos ook, maar ook heel verdrietig. Waarom? Waarom willen ze niet op het feest komen? Waarom zijn ze niet blij en vereerd? Weet je, dat is wat de Heer Jezus vertelt in die gelijkenis die we lazen. Een koning organiseert een bruiloft voor zijn zoon met een bruiloftsmaaltijd. En daarop verstuurt hij uitnodigingen. Dienaren gaan erop uit om de genodigden uit te nodigen. Kom naar het feest van bruiloft van de zoon van de koning. Maken jullie je er klaar voor? Dan en dan zal het zijn. Maar die genodigden, wat zeggen ze? Ze wilden niet komen, staat er. En die koning laat het er niet bij zitten. Wanneer hij dat hoort, hij stuurt nog een keer zijn dienaren erop uit. Weer anderen. Zodat die genodigden nog weer eens een ander gezicht zien. Misschien helpt dat. En die dienaren die hebben in het paleis van de koning ook alle voorbereidingen al gezien. Koning wijst ze erop. De gemeste kalveren zijn geslacht. De bruiloftstafel is gedekt. Het beste en mooiste wat de koning heeft, dat heeft hij tevoorschijn gehaald. En dat vertellen die dienaren ook als ze opnieuw bij die genodigden langskomen. Ze proberen hen enthousiast te maken. Maar het is onvoorstelbaar. Ze gaan er niet op in. En Jezus tekent ons dan twee reacties. Allereerst staat er, maar ze sloegen er geen acht op. En gingen weg, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Dat is dus een reactie van onverschilligheid. Pure desinteresse. Het zal wel. Ik heb andere dingen te doen. Belangrijker dingen. En er is nog een tweede reactie. Sommige genodigden die raken ook geïrriteerd en boos als die dienaren van de koning opnieuw bij hen langskomen. Ze worden ronduit gemeen. Ze grijpen de dienaren van de koning, behandelen hen smadelijk en doden hen zelfs. Weet je, wat wil de Heer Jezus duidelijk maken? De Heer Jezus is hier in gesprek met de overpriesters en de fariseeën. Het is in de laatste week voor Goede Vrijdag.
Hoofdstuk 21 lezen we dat Jezus rijdend op een ezelin Jeruzalem was binnengekomen. Het is in die tijd, gemeente, die dagen waarin de overpriesters en de schriftgeleerden nog maar één ding kunnen bedenken als het over Jezus gaat en als het over de actualiteit gaat van hun dagen, namelijk hoe krijgen we Jezus te pakken? Hoe komen we van hem af? En gemeente, in die dagen vertelt de Heer Jezus gelijkenissen, juist ook met het oog op hen. In hoofdstuk 21 al twee en nu nog een derde in hoofdstuk 22. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft had bereid en hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Gemeente, dat mag u heel letterlijk nemen. Het koninkrijk van God is dit. Een koning, en leest u maar, de Heere God, de Vader, die voor zijn zoon, de koningszoon, Jezus, een bruiloft klaarmaakt. Zo wordt er in het Oude Testament overigens ook over gesproken. Daar zullen de overpriesters en de schriftgeleerden wel dat wel hebben opgemerkt. Jesaja 25 bijvoorbeeld. Daar staat: de Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. En ook op andere plaatsen komt dat beeld terug. Het koninkrijk van de Heere, als de Messias komt, dan komt zijn heil, dan komt het behoud. En dan zal er een maaltijd zijn. Met heerlijke gerechten. Overvloedig. Een feest waarbij de genodigden worden uitgenodigd. En gemeente, die eerste uitnodiging, die werd verzorgd door Israëls profeten. In opdracht van de koning van de Heere God gingen ze naar het volk Israël en ze nodigden hen uit om te wandelen in de wegen van de Heer. Niet zomaar alles en iedereen. Je zou kunnen zeggen een select gezelschap. De Israëlieten. Zij werden genodigd tot het feest. Maar zegt Jezus, ze wilden niet komen. En toen werden er opnieuw dienaren uitgezonden. Ze hadden de beelden op het netvlies van de bruiloft die de koning al volop aan het voorbereiden was. Ze zagen hoe heerlijk het zou gaan worden. Wie worden er met die tweede ronde dienaren bedoeld? Wat denkt u aan Johannes de Doper? Maar ook aan de apostelen? De discipelen die in Jeruzalem door de Heer, die in Israël door de Heer Jezus erop uit waren gestuurd. En ze konden in de naam van de Heer Jezus dezelfde wondertekenen doen. Een tijdje geleden hebben we daarna geluisterd. En Jezus die nodigde weer opnieuw. God nodigde weer opnieuw Israël uit. Overhandigde hen de uitnodiging. Kom naar de bruiloft. En gemeente, uiteindelijk ging het de hele wereld over. Na Pinksteren. Toen zouden ze ook uitgaan. Ja, allereerst weer bij die eerste genodigden. Bij Israël, zo had Jezus het ook gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan de uitersten van de aarde. En als apostel Paulus ergens in een plaats aankwam, dan ging hij altijd eerst naar de synagoge. Eerst naar Israël, de eerste genodigden. Om aan hen de uitnodiging te overhandigen van het koninkrijk der hemelen. Want gemeente, dat is dus het koninkrijk der hemelen. Een bruiloftsmaaltijd die God klaarmaakt voor zijn zoon. En hij stuurt uitnodigingen. En je wordt genodigd tot het feest. Gemeente, dat geldt ook voor ons. Ik kom er zo nog wel even verder op terug. Waarom ook voor ons, maar u wordt ook genodigd tot het feest. Volgende week is het avondmaal.
Feesttafel van de Heer. Bruiloftstafel van zijn zoon. Waar hij als bruidegom zijn bruid verwelkomt, zijn kerk, die zalig wordt. Die menigte die eenmaal in heerlijkheid hem zal loven en prijzen als hij terugkomt, als we hem ontmoeten. En u wordt uitgenodigd. Kom tot de bruiloft. Vandaag, volgende week, gemeente, het gaat zoals het al eeuwen gaat. God stuurt zijn dienaren erop uit om je te roepen. Kom tot mij, bij mij mag je delen in hemelse vreugde. Dat is het verlangen van de koning. Dat er op de bruiloft van zijn zoon een volle bruiloftzaal is. En daarom gaat de uitnodiging uit. Via de prediking en bij het sacrament van het avondmaal wordt het zichtbaar. Zoals Jezus in deze gelijkenis het je voor ogen schildert. Dit is mijn koninkrijk. Dat je mag delen in mijn vreugde. In de blijdschap van de koning. Het is het verlangen dat Israël dat zal doen. Het is ook het verlangen van de koning dat u en ik dat zullen doen. Dat je je zult verheugen in je maker. Dat we hem zullen eren en dienen. Dat hij ook jouw hemelse koning is. Die je met blijdschap toebehoort. Maar wat doet u? Hoe gaat u ermee om? Als de Heer je daartoe uitnodigt. Hoe gaat u om met het avondmaal ook? Wat een soort voorproef is, hè? Van wat je als gelovige straks in heerlijkheid gaat proeven. Hoe goed God is. Hoe vol van genade en ontferming hij is in zijn Zoon, de Heer Jezus. Dat je proeft dat hij alles heeft volbracht. Dat hij zich vrijwillig offerde aan het kruis op Golgotha voor jouw zonde. Maar wat doet u ermee? Gaat u erop in of ben je er onverschillig onder? Te druk met andere dingen. Ik kom het soms onder ons tegen, gemeente, dat het avondmaal iets is waar je eventueel aan deel zou kunnen nemen. Maar het hoeft niet. De Heer Jezus maakt ons vanmorgen echter duidelijk dat het nooit neutraal is. Als de koning zelf u uitnodigt tot zijn maaltijd, dan kun je dat toch niet zomaar afslaan. Uit onverschilligheid, omdat je te druk bent, je eigen zaken, omdat je daar je leven mee vult. Weet, is dat wat ons leven tekent? Dat we zo druk zijn met het hier en nu. En niet met de dingen van de eeuwigheid, met de dingen van de koning en zijn koninkrijk. En daarom ook niet zo bezig met het avondmaal misschien. En met de voorbereiding daarop. Weet je, dan wijst u eigenlijk op dit moment die koninklijke uitnodiging af. Dan laat je zien in je levenswandel, ja, wat de Heer Jezus hier ook zegt. Van die eerste genodigden, ze willen gewoon niet komen, ze willen niet, ik wil niet. Moet u zich daar niet van bekeren? Voor het te laat is. En onverschilligheid, dat kan ook nog op een andere manier. Je kunt ook zeggen, het avondmaal is toch alleen voor mensen die heel zeker weten dat ze geloven en een kind van God zijn. En die dan ook niet al te zondig meer zijn. Het avondmaal is toch zeker niet voor mij bedoeld. Dat zullen ze wel denken, als ik aanga met mijn leven, met alles wat ik tekort schiet. Misschien ook wel, wat zullen mijn ouders wel zeggen, of mijn familie, als ze horen dat ik aan ben gegaan. Gaat toch zomaar niet. Maar gemeente, die uitnodiging staat op naam. Op uw en jouw naam.
Dat is zelfs al gebeurd toen u gedoopt werd, bij dat andere sacrament. Toen riep hij je al. En als u dit voor uzelf vasthoudt, deze gedachte, en je vult dan in plaats van het woordje avondmaal het woordje hemel in. De hemel is toch zeker niet voor mij bedoeld? Gaat toch zomaar niet? Wat zullen mijn ouders wel zeggen als ik daar zou zijn? Weet, als u daar niet bent, dan gaat u verloren voor eeuwig. Dan kun je bij dit soort gedachten toch niet blijven, of wel? Moet je er dan geen ernst mee maken? Moet u dan niet daarover in gebed en je onverschilligheid loslaten? Naar de Here toe. Om te vragen om zijn geest, om te vragen om vrijmoedigheid. Al je zonden belijden. Het aan hem vertellen. Hoe het voor je is. Met in deze gelijkenis hebben de mensen allerlei excuses. Je hoort er onverschilligheid in. Andere dingen zijn belangrijker. En er zijn er ook nog. Die maken zich ronduit boos. Als een dominee of ouderling wat te veel aandringt. Dan raak je geïrriteerd. Hakken in het zand. Nou moet maar zeker opgehouden zijn. Niet te persoonlijk worden. Ik ben niet van plan me te bekeren. Ik ben niet van plan om anders te denken. Misschien maak je er wel grapjes over. Smadelijke grapjes. Ja, gemeente, misschien zelfs dat je Jezus wel doodwenst. Jezus heeft het hier over wat de profeet is overkomen. Velen van hen zijn omgebracht, omdat die stem moest zwijgen. En zo zal het met hemzelf ook gaan. Later die week, dan zullen de overpriesters en schriftgeleerden hem gevangen nemen en doden. Ze willen hem niet. Die stem moet zwijgen. En u en jij, wilt u hem wel? Hoe is het met uw verlangen? Met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die je uitnodigt voor de bruiloft van zijn zoon. Maar hoe gaat u ermee om? Kijk, gemeente, in deze gelijkenis wordt duidelijk dat er een moment kan komen dat de uitnodiging niet meer tot je uitgaat. En dat God zich tot anderen richt. Want er komt bij tweede een volle feestzaal. Uiteindelijk komt die feestzaal helemaal vol. De genodigden die de koning allereerst op het oog had gehad en waar die twee keer is langs geweest, die komen niet. Die laten het afweten, die willen niet. Maar wie zijn er dan wel? Nou, goeden en kwaden. Rijp en groen, zou je kunnen zeggen. Want wat doet de koning als zijn dienaren verslag uitbrengen? Hoe de genodigden niet willen komen, dan stuurt hij ze er opnieuw op uit. Niet nog een derde ronde langs de genodigden. Nee, ze moeten op de kruispunten van de landwegen gaan staan. Op een kruispunt waar altijd veel verkeer. Er zijn toevallige passanten. Maar ze worden aangehouden door de dienaren. En die hebben een stapel met uitnodigingen bij zich. Stelt u het zich zomaar voor. Kom naar de koninklijke bruiloft. Met hier wordt het al een beetje Pinkster. Naar wie gaat de uitnodiging uit? Nou, naar iedereen. Niet maar een select gezelschap. Niet alleen maar leidslieden van Israël ook. Zelfs niet alleen maar Israël, de kinderen van Abraham. De uitnodiging wordt wereldwijd. De kruispunten van de landwegen. En gemeente, als er staat dat de koning boos werd, dat hij zijn leger stuurt, dat hij de moordenaars ombrengt, dan moet u denken aan de val van Jeruzalem in 70 na Christus, wat Jezus hier al voor zegt. Stad en tempel raken in puin. En het evangelie gaat de wereld over. Overal lopen de apostelen naartoe. En wie het maar horen wil,
die wordt genodigd. Beginnend bij Jeruzalem, jazeker, bij de synagogen, jazeker, maar ook breder. Opdat in vervulling zou gaan wat God aan Abraham al had gezegd, dat in en door zijn nageslacht de hele aardbodem gezegend zou worden. En de feestzaal raakt vol. Kijk, gemeente, op die landwegen zullen er misschien ook wel mensen zijn geweest die die uitnodiging als niet meer dan een folder beschouwen zoals wij dat kunnen doen. In de haast wordt je iets aangereikt, je bekijkt het even in de eerstvolgende prullenbak, daar liggen al die folders. Ik heb geen interesse. Ik word er niet door geraakt. Maar er zijn er ook die de uitnodiging aannemen. Ze lezen het, ze horen het. Uitgenodigd tot het feest van de koning. En ze gaan erop in. Ze gaan naar huis, ze maken zich klaar. Ze zijn er opgetogen over. Kijk nou eens wat ik heb gehad. Een uitnodiging van de koning. Ik ben een van de gelukkigen die mag komen op het feest. Ik kwam zijn dienaar tegen. En die zei het mij. Je bent uitgenodigd. Zullen we samen gaan? En zo raakt de feestzaal vol. Niet met mensen die de koning aanvankelijk op het oog had, maar met die anderen overal vandaan. Gemeente, zo is het toch. De feestzaal van Gods koninkrijk, die is aan het vol raken. En ze komen van heinde en ver, door alle eeuwen heen, haalt de Heere God ze overal vandaan. Hij brengt ze tot geloof, tot wedergeboorte, zijn kerk. En zijn dienaren gaan uit, met de uitnodiging in de hand. En velen komen, en het is vandaag niet anders, gemeente. Het lijkt er soms op dat wanneer een tijd lang Gods geest rijk heeft gewerkt in een gebied, dat na verloop van tijd de mensen hun interesse verliezen. Of in Bijbelse taal, zoals de Heer Jezus het in Matthäus 13 zegt, het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan. Maar dan stuurt de koning zijn dienaren naar andere delen. En daar groeit de kerk. Gemeente, bij ons zijn er velen gekomen. Er was een tijd dat velen kwamen in ons land, in onze streek, in Europa. Nu groeit de kerk vooral elders in de wereld. In China, in Nepal, in Cambodja, in Mongolië. Daar neemt het aantal christenen sneller toe dan de bevolkingsgroei. Het verschil in China is 8 keer zo hoog. Er komen 8 keer meer mensen tot geloof dan dat er jaarlijks geboren worden, dan dat de bevolking toeneemt. Want als die groei zo doorzet, zo werd berekend, dan is China in 2030, dus over 6 jaar, het land met het meest aantal christenen. China. En in Afrika groeit de kerk ook. Want gemeente, Gods feestzaal moet vol. Alle plekken die Jezus heeft klaargemaakt, die moeten worden bezet. En als ze vol zijn, dan zal het einde komen. Dan komt Jezus terug. Dan zal het feest in volle heerlijkheid beginnen. In volkomen blijdschap. En tot die tijd werkt de Geest. En hij gebruikt mensen in zijn dienst. En de uitnodiging gaat uit door de prediking van het woord, door zijn kerk hier op aarde. En velen komen en velen ook niet. Maar straks is de feestzaal vol met hen die Jezus hun heiland en verzoener noemen. Die mogen delen in de heerlijkheid van de Vader. Bent u er straks bij? Zeg nou niet, ja maar, dat is toch zeker niet voor mij? Gemeente, op een kruispunt van wegen, als daar de dienaren staan, daar is geen selectie. De Heere nodigt u tot zijn heil en tot het eeuwige leven zonder voorwaarden vooraf.
Ja, maar hoe zit het dan met die ene die daar ook in de feestzaal is terechtgekomen? Want dat brengt ons tenslotte bij het derde, ontbrekende bruidskleding. De koning gaat de mensen in de feestzaal langs. Hij geeft ze persoonlijke aandacht. Je bent bij God nooit een nummer. Hij kent u persoonlijk. Maar dan komt de koning ook bij iemand die niet gekleed is in bruiloftskleding. En de koning vraagt hem daarnaar: vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? Gemeente, waar doelt de Heer Jezus op? Er zijn uitleggers die het zo uitleggen dat je er eigenlijk bij moet bedenken bij dit verhaal dat de koning bij binnenkomst, als de genodigde, als degene die zijn gekomen, de genodigde de feestzaal binnenkomen, dat hij er dan feestkleding uitreikt. Die moeten de mensen dan aantrekken. Zoals degene die sterven witte klederen ontvangen. Daar lezen we over in Openbaring bijvoorbeeld. En dan kun je het zo uitleggen dat je bij binnenkomst in Gods Koninkrijk nieuwe kleren ontvangt. De kleren van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Die gereinigd zijn, die wit gewassen zijn in zijn bloed. Niet meer je eigen zondige kloffie, maar in die van Christus, zijn kleding, kun je aanwezig zijn op de bruiloft van het Lam. Maar gemeente, toch staat het er zo niet. En daarom denk ik dat het om net iets anders gaat. Je kleding, dat is in het oosten een beeld van je innerlijk. Als je rouwkleding draagt, dan laat je zien: ik ben in rouw, ik heb verdriet omdat er iemand gestorven is. Slaven hadden slavenkleding aan, dat drukte iets van onderdanigheid uit. Ondergeschiktheid. Nou, zo weerspiegelt een bruiloftskleed blijdschap en eer en heerlijkheid voor het bruidspaar. Voor degene die het feest heeft gemaakt. En al die mensen die op de kruispunten van de landwegen een uitnodiging hadden ontvangen en die ook ter harte hadden genomen, die waren naar huis gegaan kennelijk. En ze hadden hun dagelijkse kleren uitgetrokken. Ze waren zich gaan klaarmaken om naar de bruiloft te gaan. Want zo doe je dat toch. Als je uitgenodigd bent voor een bruiloft, dan maak je je daarvoor klaar. Maar deze man die heeft dat niet gedaan. Hij heeft een uitnodiging gekregen. Hij is misschien zelfs nog wel naar huis gegaan, maar hij heeft niet de moeite genomen om zich verder te kleden of zo. Nee, hij is gewoon naar het bruiloftsfeest gegaan. Waarom eigenlijk? Nou, misschien omdat hij benieuwd is naar de binnenkant van het paleis van de koning. Of dat hij honger heeft en een gratis maaltijd wil, kan van alles zijn. Maar gemeente, deze man die is weliswaar op de bruiloft gekomen, maar hij is niet voor de bruiloft gekomen. Hij is niet voor de koning en de zoon van de koning gekomen. Hij zit er met het oog op zichzelf. Deze man, gemeente, die staat voor iemand die het aanbod van genade, het aanbod van de verlossing in Jezus Christus, ja, voor het oog aanneemt, maar het verandert hem niet. Het is een geloof zonder werken. Ingaan in het koninkrijk van God, dat is gratis. Er wordt geen entreegeld geheven, want er is al betaald. De Heer Jezus heeft het betaald. Maar wie het koninkrijk van God binnengaat, wie de uitnodiging ontvangt en zegt: ja, daar wil ik heen. Zou dat kunnen? Ja, het kan. Ik heb de uitnodiging, ik heb het op schrift. Ik mag komen. Gemeente, dan hoort u al wel. Dan gaat dat je leven volkomen beheersen. Dan is dat het enige wat je nog maar wil en waar je naar verlangt. En dan maak je je daarvoor klaar. En al het andere wat er eventueel nog is en wat nog gebeuren moet, ja, dat is eigenlijk alleen maar ballast. Dat is alleen maar tijdelijk. Het gaat je om dat ene, die bruiloft. Dan kom je in beweging. Dan bereid je je voor. Gemeente, tekent dat uw leven?
Is dat ons aardse leven, ons aardse bestaan? Dat wij ons eigenlijk goed beschouwd aan het klaarmaken zijn om de bruidegom straks te ontmoeten. Als Jezus terugkomt. Is dat de richting die je opleeft? Heeft dat je hart veroverd? Kijk, wij hebben natuurlijk ondertussen allerlei andere zaken waarmee we ons bezig moeten houden. Dat is duidelijk, hè? Maar is dit het gemeente waar u, wat nou het diepste is in je hart? En ook het hoogste. Waar je steeds mee bezig bent. Dat je weet, ja, maar het allerbelangrijkste is dat ik straks klaar ben om Christus te ontmoeten. Wanneer ben je er klaar voor? Nou, door de uitnodiging te lezen. En door je te verheugen in je zaligmaker. We gaan een week van voorbereiding in. En dan wordt u daartoe geroepen. Hoe maak je je klaar? Door nieuwe kleren aan te trekken. Dat betekent door je zonde te belijden. Door te vertrouwen op de gerechtigheid van Christus. Je bereidt je voor door de zonde, zoals het avondmaalsformulier het zegt, die nog tegen je wil in je overgebleven is. Die wil je eigenlijk niet meer. Je verlangt naar heiligheid en tegelijkertijd zie je dat het er helemaal niet is. Maar je verlangt ernaar. Door het te belijden, die zonde die tegen je wil in je is overgebleven. Door er tegen te strijden ook. Dat het je verlangen is, gemeente, dat als nou Jezus komt en hij u ontmoet, hij u vindt hier op de aarde, dat je dan in zijn kracht helemaal rein zou zijn. Dat zal niet gebeuren, want wij blijven in onszelf vuil en zondig. Maar dat je het wel graag wil. Je bereidt je voor door zo het goede te zoeken en te doen, door in Gods wegen te wandelen, hem lief te hebben en je naaste als jezelf een nieuw leven, een leven van heiliging. Over heiliging gaat het vanmiddag, daar zal dominee Mulder u in mogen voorgaan. Weet je, de koning wordt zo boos op die man, hè? Die daar voor zichzelf zit. Weet u waarom? Hij ontheiligt het feest. Het gaat hem niet om de blijdschap van het feest en de blijdschap van de koning. Hij zit er met zijn eigen bedoelingen. En gemeente, dan is het oordeel scherp. Hij wordt in de buitenste duisternis geworpen, waar gejammer en tandengeknars is. Met deze man maakt zich schuldig aan het niet onderscheiden van het lichaam van Christus. Als ik het in de taal van het avondmaalsformulier zeg, hij weet niet waar hij mee bezig is. Daaraan die bruiloftsmaaltijd. Als je niet weet waar je mee bezig bent, dan moet je niet komen. Volgende week bij het avondmaal. Doe het niet uit gewoonte. Automatisch. Maar vier het. Ja, en dan mag je zeker wel komen. Vier het omdat je je verheugt in Christus uw zaligmaker. Omdat je het zelf niet hebt, maar het van hem ontvangt. En mag ontvangen. En gemeente, dan eindigt de gelijkenis. En ik ga afronden, maar dan eindigt de gelijkenis met dat zinnetje. Dat eigenlijk dit hele verhaal van de Heer Jezus samenvat. Dan moet u dus niet alleen maar op het laatste deel betrekken, maar op de hele gelijkenis. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En dan moet u het niet misverstaan. Al te vaak wordt dit zinnetje losgemaakt van de gelijkenis en gaat dat een eigen leven leiden. Wat Jezus ermee bedoelt is dit. Velen zijn geroepen,
In het Oude Testament, de eerste genodigde. In het Nieuwe Testament, op de kruispunten van de landwegen. Door heel de wereld gaat zijn woord. Maar weinigen zijn uitverkoren. Weinigen gaan op de uitnodiging in. Ja, als je het vergelijkt met wie allemaal de uitnodiging te horen kreeg. Het hadden er zoveel meer kunnen zijn. Maar ze zijn er niet. Ligt het dan aan de hartelijkheid van de koning? Nee. Het ligt aan hun eigen onwil. Ze wilden niet komen. Volgende week avondmaal. Wilt u komen, gemeente? De gastheer heeft ook u en jou op het oog. Laat die uitnodiging niet langs je heen gaan. Wees er niet onverschillig bij. Of misschien zelfs geïrriteerd. Wees er biddend mee bezig. En kom dan, als u zich verheugt in de Heer Jezus, in de Zoon van de Koning, die zijn kerk, zijn bruid verzamelt, vanuit heel de wereld en alle tijden. En bekeer je opnieuw tot Hem. Verheug je voor het eerst of weer opnieuw in Hem. Verheug u in Christus, in wie al uw heil te vinden is. Amen.
Gemeente, ik lees met u het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Heere over de instelling van het heilig avondmaal die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en hij zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet voelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus, alle afgodendienaars. Alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We moeten erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest
van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Hier en zo is ook vanmorgen vanuit de verkondiging van uw woord de uitnodiging uitgegaan. Heere, zo werkt u in deze wereld, zo werkt u ook onder ons. U nodigt uit, u roept, u verlangt ernaar, Heere, dat wij in uw Zoon, de Heer Jezus, de bruidegom zouden vinden. Hij die stierf voor onze zonde, die het goed gemaakt heeft door de prijs te betalen, de prijs van zijn leven. Alles wat hij had. Heere, wat een wonder dat u, Heere Jezus, dat wilde doen voor zondaren zoals wij zijn. Heere, wanneer we volgende week, als u het ons geeft, de tekenen daarvan in het midden van de gemeente mogen zien, geef, Heere, dan dat ons hart daarnaar uitgaat. Dat ons verlangen is, dat we bij u, Heer Jezus, zouden mogen horen en zouden mogen zijn. Dat we zouden strijden, Heer, tegen alle begeerten, zondige begeerten die nog in ons zijn. En Heer, dat de zwakheid van ons geloof dan zou mogen worden versterkt. Door op u te zien, Heer Jezus. Wilt u zo met uw Heilige Geest werken? Nu we vanmorgen deze preek hebben gehoord, uw woord hebben gehoord, en wanneer we volgende week het avondmaal vieren, als teken en zegel bij uw woord. Werk met uw geest onder ons. En gaat u zo met ons ook de week van voorbereiding in. Heer, wanneer aanstaande woensdag, als u het geeft ook, het bezinningsuur gehouden wordt. Zegent u student Arjan Smit die dan dat mag leiden en daarin onze gemeente ook mag dienen. En laat ook dan uw woord tot ons mogen spreken, tot versterking. En Heere, dat we scherp zullen zien hoe u, Heer Jezus, ons nodigt. Heere, we bidden u of u zo uw zegen wil geven. Aan ons hier in de kerk, ook aan hen die thuis verbonden waren. Zegent u ons op deze zondag. Gaat u mee. Vergeef genadig wat niet was naar uw heilige wil. En hoor ons om Jezus wil alleen uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot uit Psalm 21, het eerste en het vijfde vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.